Remco, even op uw laten we even stilstaan bij het geweldige jaar 2024 dat op jou afkomt. Waar kijk je meest naar uit nu eigenlijk? Want er zijn zoveel hoogtepunten. Ja, absoluut. Het gaat een speciaal jaar worden met heel veel nieuwe uitdagingen, nieuwe wedstrijden die ik ga ontdekken. Te beginnen al met Paris-Nice binnen enkele weken. Dus kijk eigenlijk naar heel veel zaken uit, maar grotendeels toch wel maand juni, juli met een Frans programma, zal ik maar zeggen. Dus ja, Dauphiné, Tour, spelen, dat gaat wel een heel, moet ik het zeggen, exciting twee maanden worden. Dus ja, dat gaat wel speciaal zijn. In je eerste persconferentie, vrijdag voor Figueras, zei je: ik wil graag op het podium staan in Nice. Maar ik bleef cryptisch, want er is een podium in Parijs-Nice en er is een Tour-podium in Nice. Ja, wel. Laat ons zeggen dat in Parijs-Nice zou ik er op willen staan. En in de Tour droom ik van erop te staan. Dus ik denk dat, dat ik ja, qua zekerheid, misschien met iets meer zekerheid richting een Parijs-Nice kan gaan dan de Tour. Want het is toch een heel ander verhaal en ook een heel ander parcours. Dus ja, zoals gezegd, het zijn twee podiumen in Nice die er gaan zijn dit jaar. Maar ik had het vooral over die van de Tour, dat het droom is om erop te staan. Dus ja, we zullen het wel zien. Mogen we zeggen dat je na afgelopen winter blinkt in je vel? Dat je bijzonder goed voelt? Ja, toch wel. Het is echt een heel soepele winter geweest, zal ik maar zeggen. Nooit geen akkefietjes of probleempjes gehad. Heel ontspannen kunnen werken. Een heel ontspannen vakantieperiode gehad. Een beetje op roadtrip in Amerika getrokken, samen met Umi. Dus het was echt wel een heel ontspannen winter en ook goede trainingen afgewerkt in Spanje. En nooit gepanikeerd over te laat beginnen of te vroeg begonnen of wat dan ook. Dus ik denk dat ook gewoon geresulteerd heeft in hoe ik eruit ben gekomen uit de winter. En lichamelijk, fysisch, mentaal, alles stond direct goed van bij de start. Dus, ik denk dat ik misschien wel een van mijn beste winters heb meegemaakt nu in mijn carrière. Ja. Nochtans begon de winter, of eindigde vorig seizoen, tumultueus met het hele gedoe rond de vermeende fusie. Hoe kijk je nu terug op die episode? Ik denk voor mezelf en voor iedereen binnen het team zijn we gewoon content en gelukkig. En gerustgesteld dat alles stabiel is gebleven en dat we gewoon met een nieuwe blanco pagina zijn kunnen beginnen. Dus ja, laat ons zeggen dat het een serieuze storm wel geweest is voor iedereen, ook voor mezelf. Maar ik ben zeker gelukkig dat alles wat gaan liggen is en dat ik nu me 100% kan focussen op hetgeen dat er allemaal zal aankomen. Hoe ver ging die storm persoonlijk voor jou? Want er was heel veel rond te doen. Waren er momenten waar je dacht, dit hoeft niet meer voor mij? Ja, sowieso. Ik denk, ongeacht de situatie dat er geweest was of dat er nog kon komen, beginnen er twijfels te komen bij iedereen, worden er vragen gesteld, worden een paar vingers gewezen naar bepaalde personen, naar anderen niet. Dus ja, het was wel een hele rommelige situatie, zal ik maar zeggen, binnen ons team. Dus ja, voor mij mocht het wel. Ik was heel content als alles afgelopen was en dat ik op vakantie kon vertrekken, want het was wel even genoeg geweest en het was ook heel moeilijk omdat dat dan de periode voor Lombardije allemaal opkwam en dan na de Vuelta thuisgekomen, een weekje gerust en thuis samen met Umi afgesproken van een heel rustige week te hebben eerst en dan begon dat allemaal en dan was het helemaal tegenovergesteld en was het eigenlijk in plaats van twee weken mij in alle rust voor te bereiden op Lombardije was het een heel hectische voorbereiding en denk je dat ik toch sowieso niet op en top mij heb kunnen focussen voor die wedstrijd en dat er veel, veel meer andere zaken zich prioriteiten hadden op die moment, wat ik eigenlijk liever niet had, maar ik denk dat dat wel aantoont hoe extreem het wel was. Nou, zoals je zegt, het bracht heel veel teweeg en dan kan ik me voorstellen dat je wat afstand wil nemen van de hele heisa, sociale media ook, maar ik hoop dat het niet zo ver ging dat je dacht van ik kap hiermee, het is genoeg geweest voor mij. Nee, stoppen met koersen, nee, dat. Zover was het niet gegaan. Ik had wel het gevoel van oké, ik wil even weg zijn van de koerswereld, maar niet stoppen met koersen. Dat is nooit
In mijn gedachten opgekomen. Ik denk, koersen is wat ik het liefste doe. En dat ga ook altijd zo blijven. Maar ik had wel even gewoon genoeg gehad met de situatie en met alle stormjes die er op mij en op ons afkwamen. Ja. De koers afschakelen, is dat een recept dat jij ook voor komende winters wil hanteren? Of ga je dat pas weten wanneer komend seizoen een groot succes wordt? Nee, ik denk wel dat ik het sowieso ga doen, want het is nu de eerste keer dat ik echt heb gedurfd om... eerst was plan 4 weken rusten, maar ik had dan met de reis naar Amerika nog een extra rustweek ingepland. En ik heb gemerkt dat het geen enkel verschil heeft gemaakt. Het heeft mij enkel maar een soort van mentale sterkte bijgebracht om dan vanaf dag 1 van de trainingen direct met alles op en top te beginnen en in de details te werken met de diëtisten, met de coaches, met de mediamensen, eigenlijk met iedereen gewoon direct alle details volgen en er niet van af te wijken. En dat ging heel makkelijk en dat kwam enkel alleen maar door een heel ontspannen winter te hebben, door er helemaal niet aan te denken en ook niet schrik te hebben bij 2-3 avonden op rij en hamburger met frietjes of zo te eten, dat erg ging zijn, want daar hebben we allemaal goed ingecalculeerd. Ik heb daar ook het geluk bij dat Oemi me daar goed in steunt, dat ze mij ook laat doen, maar dat ze wel op de juiste momenten touwtjes in de handen neemt. Dus ik denk dat we een hele goede balans hebben gevonden tussen het ontspannen en het focus en het serieus zijn. Je prikkelt mijn nieuwsgierigheid, want toevallig ben ik ook een tijdje in Amerika geweest op vakantie. Wat heb je gedaan? Waar was je? We waren in de regio van Santa Monica Beach, dus LA, California, LA, waar we allemaal bezocht. Basketbalmatch gaan kijken van de Lakers. Dus allemaal echt super toffe dingen gedaan. 2 dagen naar Las Vegas geweest. Dat vonden we persoonlijk iets minder tof. Maar wel altijd heel mooie dingen gedaan. Naar de plek van het ongeluk van Tupac gaan kijken. Allemaal zo'n soort zaken gedaan. Maar heel veel rondgereisd en zo de Hollywood sign en al die soort zaken. Dus, echt gewoon een soort actieve vakantie gedaan, wat we de jaren voordien nooit hadden gedaan. Dus een keer iets helemaal anders, maar het was wel echt super tof. Inspireert je dat dan als je de Lakers gaat bezoeken en tot grootse prestaties? En dan denk ik meteen aan de Olympische Spelen. Ja, absoluut. Het was echt chic om te zien. Ook het was eigenlijk een heel toffe wedstrijd, want het was tegen de Clippers. Dus het was de derby van LA. We zaten vrij kort bij het veld. Dus, de supersterren allemaal van heel kort bij kunnen zien, dus ook een keer een heel andere wereld kunnen meemaken. En het was echt wel tof en ook gewoon direct, je ziet dan al die vlaggen hangen met de championships en allemaal eer betonen aan bepaalde mensen, dat wel een extra motivatie en een extra kriebel geeft. Ja. Nu voor de Spelen, wat is het Belgische dreamteam voor Parijs komende zomer? Goh, ik denk dat we kunnen echt 10 à 15 kwartetten is nu opstellen, waarvan je kan noemen dat is echt een dreamteam. Ik denk sowieso als Wout en mezelf in de selectie zitten, hebben we al een hele grote kans op medailles en een overwinning. Dus ik denk dat dat ook vrij logisch is dat wij met 2 erbij zouden zitten. Ik denk dat alle 2 heel erg verdienen, zeker als we in vorm zijn. En dan zijn er echt veel opties. Hè. Je hebt De Lee Philipsen zijn ook 2 namen die met direct te binnen schieten. Natuurlijk is het heel moeilijk denk ik om bij 4 kopmannen te gaan, want er moet nog altijd een beetje gecontroleerd worden, maar dat ga ik aan Sven overlaten om die perfecte opstelling samen te stellen. Maar ik denk de 4 namen die ik net heb opgenoemd, dat die wel de meeste kans maken om in de selectie te zitten, maar het zal er misschien 1 of 2 moeten afvallen, jammer genoeg. Het voorjaar, daar ga je voor een 3de keer op rij Luik-Bastenaken-Luik. Je kan dat doen, wat uniek zou zijn. Lig je daar wakker van of is dat iets waarvan je denkt, oké, daar kan ik nog maar eens geschiedenis schrijven? Ik lig er niet echt wakker van, zal ik maar zeggen, maar toch, het is wel een extra kriebel. Het is mijn laatste koers van het eerste deel van het seizoen. Daarna is het even een pauze en een lange voorbereiding richting de Tour, een lange trainingsperiode. Dus ik kijk vooral eerder uit naar echt het 3-luik in Ardennen dat ik nu ga afwerken. Het zijn 3 koersen die me zouden moeten liggen, dat ik zou moeten kunnen scoren. Dus, met dan Luik als laatste, als hoofdrecht, zal ik maar zeggen. Dus het is een heel coole periode om in te koersen. Ik koers heel graag in de buurt van het eigen land, van België. En zeker in de Ardennenklassiekers. Dus het is zeker een van de hoofddoelen van het voorjaar voor mij, Luik.
En ook de andere twee. Maar ik ga eerst beginnen met een Paris-Nice. En dat is al een eerste echte hele belangrijke in mijn hoofd. Dus ik denk na Paris-Nice gaan we al zien hoe dat het staat op dat niveau. En dan is het een beetje de knop omschakelen richting het explosiever en het Ardennen werk. Remco Evenepoel, heel veel dank voor dit gesprek en heel veel succes in 2024. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.